Welkom bij een nieuwe aflevering van Hotspot. Vandaag proef ik hopelijk de lekkerste taarten van de stad. Daarnaast heb ik nog een beautyadresje klaarstaan voor de liefhebbers. En voor zij die graag eens op restaurant gaan, is er een nieuwe plek geopend op het eilandje. Ja, lekker veel drukte en beweging, dat moet een Italiaanse keuken zijn. Welkom bij het gloednieuwe Capriano. Avi, dat ziet er ongelooflijk lekker uit. Hè? Dank je. Wat staat er hier voor onze neus? Reuzengambas bij u, met een beetje groentjes, seizoengroenten. En bij mij een specialiteit van het huis, een tagliatelle Parma Parmigiano. We hebben een parmesan, 24 maanden oud, wordt tagliatelle ingerold, pak smaak van de kaas en een beetje parmaam langs de kant. Zeg, en heel lekker eten, als je nu het concept Capriano in een paar woorden kan omschrijven, waar verstaat het? Bij ons kun je terecht voor een kleine hap of voor uitgebreid eten. Ook aan iedere prijskategorie is er wat op de kaart. Je kunt hier een rappe lunch doen, een pizzakje of een pastakje eten. Of je kunt bij wijze van spreken de verjaardag van je grootmoeder komen vieren en een voorgerecht, antipasti van de chef eten, een hoofdgerecht, vis of vlees en dan nog een nagerecht en blijven tafelen. Zeg, waarom Italiaanse keuken? Ben je zelf een Italiaanse afkomst? Nee, ik niet. Het is bewezen dat heel veel Belgische toeristen graag naar Italië trekken. Mm-hmm. Het is ook een eerlijke keuken met niet te veel tramontana. Een goede pasta met een beetje olijfolie kan al heel lekker zijn. Buonasera signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Ik hoor jou wel de hele tijd Italiaans spreken en het personeel spreekt ook Italiaans. Juist. Is Italië een beetje naar hier gekomen dan? Juist, dat klopt. We geven zo'n echt authentieke sfeer aan de klanten toe. Als ze moeten gaan bestellen in Italië, moeten ze ook even zoeken en wennen. Het is begonnen met de keukenmensen. Wie kan er beter koken dan een echte Italiaan? Niemand. Dan zijn we gaan zoeken voor zaalpersoneel. Hebben we gezegd, waarom niet de barman, afruimers? En uiteindelijk hebben we alleen maar Italianen in dienst genomen. Ja. De taal was mij niet machtig, was mij niet bekend. Okay. Maar uiteindelijk met te werken met die mannen leer je het al werkend, hè, zou ik zeggen. Je zit hier in een prachtig pand. Wij zitten nu boven, maar je kan ook beneden zitten. Juist. Het pand hebben we helemaal onder handen genomen. Van plafond tot de riolering hebben we moeten veranderen. In de kelder is er een heel mooie gewelfde kelder. Wat dat ook plaats biedt voor 50 personen. S'avonds staan we boven en beneden open. Sommige klanten vinden het leuker om boven te zitten. Sommige klanten vinden het weer leuker om beneden te zitten. En donderdagavond houden we ook feestjes in de kelder. In de Diamantwijk. Je hebt er hier eentje, er is Turnhout. Edegem. Er is Edegem. Lier komt nog. Lier en dan Mechelen. En Mechelen. Hetzelfde concept, dezelfde naam, dezelfde kaart. En een andere chef, dus een andere handtekening bij het eten. Ja. Maar de bedoeling is echt van, als je ergens binnenstapt in een van de Capriani's, dat je dezelfde verwachtingen kunt. Ja, dat je weet wat je krijgt. Ja. Zes restaurants, Avi, is dat nog haalbaar voor jou? Wel, het is zeker een uitdaging. Ik werk 7 op 7, ik denk 18 uur per dag. Maar het mooiste wat ik heb aan mijn dag is als mensen mij bedenken dat ze goed hebben gegeten, geeft mij een enorm goed gevoel en geeft mij weer moed om de volgende dag terug te beginnen. Zo, ik ga hier nog rustig wat genieten van mijn Italiaans eten. Avi, bedankt. Salute. Salute. En u thuis bedankt voor het kijken en tot volgende week. Bye.